Oké. Hey, dank jullie voor je goede zorgen. Yes. Jongens, we gaan aan de slag. Ja, heel belangrijk moment. Natuurlijk een mijlpaal. We hebben hier heel lang heel hard naartoe gewerkt met het hele ziekenhuis. En nu starten we met een nieuw begin. Dus een belangrijk moment. De reden dat de symbolische sleuteloverdracht 's avonds laat plaatsvindt, is dat vanaf middernacht het ziekenhuis in Lelystad officieel eigendom is van dat in Harderwijk. Er staan de vrachtwagens midden in de nacht klaar en kan de nieuwe apparatuur naar binnen en worden geïnstalleerd. Er zijn hier dadelijk 150 mensen tegelijk aan het werk. En het is niet alleen een hele nacht, we gaan zo het hele weekend door tot maandagochtend als de polyklinieken opengaan. Maar de nadruk lag op de spoedpoli. Die moest in één nacht verbouwd en afgeleverd worden. Het computersysteem waarmee het Sint-Jansdal werkt in Harderwijk moet ook hier werken. Denk dan bijvoorbeeld aan het elektronisch patiëntendossier. Alle computers hier moeten aan elkaar verbonden worden. Dat was een hele klus, maar vanochtend om 8 uur was het klaar. En konden de deuren hier open en konden de eerste patiënten naar binnen. Het is toch wel een hele bijzondere dag, hè? Want het is toch weer een bijzondere bladzijde in de geschiedenis van Sint-Jansdal. Waarbij ik ook wel besef dat het wel gepast om toch wel enige bescheidenheid te hebben. Want we weten natuurlijk wat zich hier de afgelopen maanden heeft afgespeeld en wat van verdriet er ook geweest is. En toch spanning bij de mensen die hier gewerkt hebben. Maar daarnaast toch geweldig veel trots dat het nu gelukt is om 8 uur open te gaan met de spoedpoli. Wat we eigenlijk hier gedaan hebben is de kasten verder leeggehaald, ons assortiment erin gezet en het netwerk is aangepast, de computers. U heeft even al kunnen kijken hoe het geworden is. Wat vindt u nu van het nieuwe ziekenhuis? Ja, super trots natuurlijk dat we dat in één nacht hebben gedaan. Het is natuurlijk wel eigenlijk een beetje een trieste dag, hè, dat de collega's die hebben hier jaren hard gewerkt en die hebben dit nu helaas op moeten geven. En wij proberen dat weer op te pakken voor de bewoners hier, maar dan in een beperkte mate. Terwijl het ziekenhuis wordt verbouwd, is er ook een bijeenkomst voor het nieuwe personeel. Het is een beetje een vreemde dag. Gisteren en eergisteren alles opgeruimd en weggebracht. En nu moeten we hier zijn en verder. Dus raar. Want u werkt al in het ziekenhuis in het MC Zuiderzee. Ja, en ook sinds december in Sint-Jansdal. Dus het was al een beetje van beide. Alles ingepakt. Afscheid genomen. Het was een hele beladen dag gisteren. Ja. Wat voor gevoel gaat u dan naar vandaag toe? Ik zie het wel. Ja. Ja, het is een ongelooflijk mixed feelings dag voor iedereen. Ook voor ons eigenlijk. Aan de ene kant is het start van een heel nieuw avontuur. Maar dit is ook het eind van een avontuur. En vandaag, dan zit je eigenlijk met je nieuwe collega's en moet je er weer opladen om er weer wat van te gaan maken. En dat is wel heel moeilijk. Hoe zou dat dan zijn als u maandag weer het ziekenhuis inloopt en in één keer staat er een andere naam op de gevel? Het ziekenhuis is hetzelfde, maar de mensen zijn anders, de sfeer is anders, er zijn mensen weg, dus het zal wel heel raar zijn. Ik zit er verschrikkelijk tegenop. Ja, niet op zich het nieuw begin. Maar je nieuwe werkplek waar je al zo'n jaar gewerkt hebt, wat tref ik aan? En dat zal ook wel even moeilijk zijn. Spannend. Ja, vooral spannend. Dit weekend wordt er verder gewerkt aan de andere onderdelen van het ziekenhuis. Die moeten maandag open gaan.